jullie allemaal? Zijn jullie gezond? Weet je wat ik van Pim allemaal heb geleerd? Je kunt jezelf helpen om gezond te blijven. Ja, heeft hij gelezen? Hij heeft boeken en op internet en zo. Mijn vriendje Pim, die is zo knap. Hoe blijf ik gezond? Nou, wat denken jullie? Hoe blijf je gezond? Ja, door te bewegen. Goed zo. Lekker buiten en hollen. Nou, dat is voor mij makkelijk hoor, want dat gaat vanzelf. Als ik buiten kom, wil ik al meteen hollen. Zo hard als ik kan. Holletje in, holletje uit, rondje om de boom. Ook als het regent hoor, maakt me niks uit. En jullie? Gaan jullie al genoeg buiten hollen? Belangrijk hoor. Maar dat is niet het enige. Er zijn nog twee dingen goed om gezond te blijven. Wie weet er nog eentje? Ja, drinken en eten. Elke dag een heleboel water drinken. Dat je lijf aan de binnenkant ook lekker schoon is. En eten. Niet te veel, niet te weinig. Gezond eten. Ja, met, wat zei Pim nou? Vitamintjes of zo. Maar ik weet niet zo goed wat dat zijn hoor. Moet ik nog maar eens vragen aan hem. Oh ja, en er was er nog eentje. Slapen. Slapen is ook nog belangrijk. Dat je lijf kan uitrusten. En je hoofd ook. Soms is het druk in mijn koppie. Dan denk ik aan veel tegelijk. Maar als ik dan lekker mijn bedje inga, doe ik oogjes dicht. En dan droom, ga ik erin nog maar denken aan één heel fijn ding. En dan val ik lekker in slaap. Kan ik goed hoor. Niet zo goed als Eggie die kan slapen. Volgens mij is die alweer helemaal aan het slapen tot de lente. Nou, ik krijg wel een beetje dorst van al dat praten. Ik ga maar eens even naar de vijver om wat water te drinken. Ik zal ondertussen de gordijntjes openmaken. Kunnen jullie zien of Pim thuis is? Ga je mee naar het grote bos, want daar zijn avonturen. Ga je mee naar het grote bos, want daar is het altijd zo fijn. Ja, gevonden. Even kijken wat hier allemaal staat. Oh, hey, hallo mensen, kinderen, vaders, moeders, broertjes, zusjes. Ik lees hier net in dit boek dat eiwit is belangrijk, eiwit. En dat zit ook in bonen. Ik denk dat ik vanavond dus iets lekkers ga maken en iets gezonds met bonen. Zo, dat is een goed idee. Daar krijg ik helemaal zin in. Ik doe even weg, eens even kijken. Nog een beetje bonen in de kast heb. Oh, bonen zijn op. Ai. Eiwit is belangrijk. Oh, eieren natuurlijk. Eieren zijn ook lekker. Er zit vast ook eiwit in, hè. We zullen kijken of ik nog eieren. Oh, ook al op. Jongen, eieren op, bonen op. En ik wil zo graag lekker gezond zijn en gezond eten. Tja, nou weet ik het even niet meer hoor. Moet ik misschien weer naar de winkel? Miauw. Hé. Hey. Miauw. Miauw. Ha. Hey, snoezepoes. Heb je lekker geslapen? Zeg maar, poes, wil je me iets vertellen? Miauw, miauw, miauw. Oh, wacht eens even. Misschien wil je wel een hapje eten, een paar brokjes. Miauw, miauw. Nou, kom maar eens mee, dan zal ik eens even een paar brokjes voor jou pakken. Miauw. Hé, je hebt nog een heleboel brokjes. Wat is er nou toch aan de hand? Heb je buikpijn? Miauw.
Wat wil je dan? Wil je drinken? Je hebt ook nog water, heb ik gezien. Ja. Wil je misschien op schoot? Ja. Oh. Nou, gezellig zo. Maar ja, Poes, ik moet nog wel even naar de winkel, hoor. Want ik heb geen bonen en ik heb geen boter meer, geen eieren, nog wel kattenbrokjes. Jij redt je wel. Ik moet echt eventjes. En getsie, het regent de hele dag al. Ik vind regen echt niet fijn. Jullie? Niks aan. Ik ga nog even plassen en dan ga ik maar eventjes gauw eventjes naar buiten. Het is niet anders. Ik pak maar een paraplu. Miauw. Poes, ga je mee naar buiten? Miauw. Nou, wat met de poes is, weet ik niet hoor. Ik ga boodschapjes doen. Zo. Eens even kijken. Boodschappen, tas. Bankpasje, mondkapje. Zo. Dag poes, tot strakjes. Ja, weet je wat het is, jongens? Eigenlijk, hè? Eigenlijk moet ik heel nodig plassen. Miauw. Maar het regent zo. Ik hou niet van de regen. Helemaal niet. En het regent keihard. Miauw. Als ik nou een kabouter was, hè, dan kon ik gewoon naar de wc. Maar ja, ik ben een poes. Weet je wat ik wel eens doe bij de wc? Als ik dorst heb, ga ik op het randje zitten. Voorpootjes een beetje naar beneden en dan... kan ik water drinken. Handig, hè? Vies? Helemaal niet. Het is gewoon water, hoor. En Pim trekt altijd netjes door. Oh, ik moet zo nodig plassen. Oh, ik hou het niet meer. Ik ga gauw naar buiten. Tot zo. Oh, oh. Wat nou? Kattenluikje gaat niet open. Oh, oh jeetje. Hij zit vast, er zit wat voor. Oh jeetje. Stop. Ik krijg het niet. Oh jeetje, wat nu? Het kattenluikje zit vast. Oh. En ik moet zo heel nodig plassen. Maar het kattenluikje zit dicht, er staat iets voor. Hij gaat niet open. Dan kan ik niet naar buiten. Oh, ik moet zo nodig. Ik hou het haast niet meer. Ik moet maar, anders maar heel even hier in dit hoekje. Zo. Kuiltje dichtgraven. Oh nee, dat gaat niet zo goed, hè. Ik kan niet een kuiltje dichtgraven in de vloer. Oh, dat gaat een stuk beter. Miauw. Miauw. Maar Pim, als hij thuis komt, zal hij misschien wel boos zijn. Oh, maar ik kan er toch niks aan doen? Ik kan de deur niet open doen. Het luikje doet het niet. Miauw, wat moet ik nou? Oh, ik hoor dat Pim alweer thuis komt. Oh, ik kruip maar even onder het bed. Oh jeetje, hij is vast heel erg boos. Zo, gelukt. Alles klaar. Brrr, wat is het nat. Zo, alles opruimen. Ik zal de kachel een beetje hoger zetten. Oh, mijn jasje maar even op de kachel, dan droogt hij wel weer. Maar de puur aan de kant. Hè? Oeh, wat lekker om weer thuis te zijn. Wat ruik ik nou toch? Ik ruik iets. Het is niet zo lekker. Waar ruikt het hier nou toch naar? Ebba! Het ruikt hier naar. Het ruikt hier een beetje naar. Oh! Wat ligt hier nou? Bah! Poes! Poes, waar ben je? Bah, dat heeft ze nog nooit gedaan. Poes, waar ben je? Poes! Kom eens gauw tevoorschijn. Miauw, miauw, sorry, Pim. Miauw, miauw. Sorry. Ja, sorry, Getsie. Miauw, miauw.
Wat is er met je luikje? Nou, ik kom wel even kijken wat er aan de hand is met jouw luikje, want ik snap er niks van. Ha! Aha! Het luikje zit vast. Ik snap het al. Ja, dat moet ik eventjes veranderen. Daar staat iets voor. Even. Ik kan het zetten. Zo. Hé, poes. Je kan naar buiten, hoor. Ga nu maar lekker naar buiten. Want dat is veel beter voor je. Poes moet ook naar buiten. Hé. Ik ben niet boos op je. Ga nou maar lekker naar buiten. Miauw. Zo. Poes is naar buiten. Maar nu... Haba, er ligt een grote plas op de grond. Moet ik dat schoonmaken, denk ik, hè? Wauw, wat is dat vies. Zo, mijn leven is mooi schoonmaken. Zo, wat is beter. Hè? Alles weer schoon. Nou. Hoogste tijd om eten te gaan koken. Die snoeze poes zomaar in de kamer geplast. Het is toch wat. Maar het was natuurlijk niet expres, hè. Hey. Hoi. Hoi, Pim. Hey, Pim. Ik ben aan het spelen. Het regent niet meer. Hoi, Lies. Snoeze poes is lekker naar buiten eindelijk. En ik wou eigenlijk net eten gaan koken. Wil je mee eten? Ik heb lekker bonen en groenten en prei en eieren, allemaal lekkere gezonde dingen. Oh ja, lekker. En kaas. Oh, kaas, dat vind ik het allerlekkerste. Mag ik je helpen met koken, Pim? Ja, dat vind ik wel gezellig. Kom, dan gaan we koken. Ik kom eraan, even dag zeggen tegen de kinderen. Oh ja, dag kinderen. Dag kinderen, tot de volgende keer. Dag allemaal.